Joke Wolthuis is er weer, onze correspondent vanuit Lelystad. Goedemorgen, Joke. Goedemorgen, Arnoud. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Goedemorgen, Marco. Goed hoor. Ja. Flinke duim omhoog. Flinke duim. Ja? Twee duim omhoog. Twee zelfs. Positief, okay. Zei je altijd. Zo is dat. Je moet altijd positief blijven. Ja, het is wat je er zelf van maakt, hè? Ja, ook. Je moet zelf de slingers ophangen, zeggen ze wel eens. Ja, hè? Ja, maakt maar soms een valt er wel eens één naar beneden. Ja, even opnieuw een spijkertje erin tikken. Ja. Goede gereedschap erbij hebben. Precies. Labbetje erbij, dan kun je weer opkrabbelen. Ja, wel ja. Ik zeg altijd maar zo, weet je wel, als je geen dalen hebt, heb je ook geen pieken. Nee, maar dat klopt. Jongens, dat klopt. Al die spreekwoorden er gezegd. Ja, dan gaan maar we dat klopt naar... ook. Dat al is de berg ook. Nog zo hoog. Ja, hè? Dat is ook zo. Je kijkt er altijd tegenop. Een regen is een feest. Ja. Goed. Na regen komt zonneschijn. Ja, zo is het natuurlijk toch? Wel. Hebben we er nog meer? Dan hebben ze namelijk allemaal gehad, denk ik. Ja, achter de wolken schijnt de zon. Ja, dat is ook zo. En hoge bomen, die vangen heel veel wind. Ook nog. Ja, wie kan gaan voor een ander werk zichzelf te pletten. Je mag een paard nooit in de bek kijken, hè? Ook trouwens. Mond. Ja, nee, de mond. Paard is mond. Paard is een edel. Paard is een edel. Nou, jongens, schiet jongens, op. We gaan op. Lelystad. We gaan, nou, er is vanmiddag dus die vlootschouw. Ik heb jullie er al over gehoord. Ja. En aangezien Robert de Vries dus zegt van, nou, het gaat stevig waaien, windkracht 6 of zo. Ja. Wordt er niet uitgevaren. Dus die schouwen die blijven daar liggen. Okay. En de groene draak, ja, binnengaat. We kunnen ze dus wel aanschouwen, maar we kunnen ze aanschouwen, juist. En de koningin, de gewezen koningin, de prinses Beatrix, die gaat met de groene draak langs die vlootschouw heen. Oh, zij vaart wel? Ja, volgens mij wel. Misschien hebben ze wel een pilletje ingenomen tegen zeeziekte, weet ik niet. Ja, dat kan. En de haar, hoe zal dat dan eruit zien? Ja, dan, dat waait alle kanten op. Nou, volgens mij staat het zo stevig ik in de lak. Zeggen, al zet je dat drie ventilatoren van Hans Klok op, het blijft gewoon op niet, dezelfde he? Manier zitten. Het beweegt niet. Is daar ook een spreekwoord op gezegd ervan? Van Hans Klok? Nee, het haar. Oh, ja, nou. Als je haar maar goed zit, weet ik veel. Tegen mij de laatste paar jaren niet meer gezegd. Nee, hè? Maar ga door. Geeft niks. Dus dat is vanmiddag aan de gang. En voor de mensen die het willen toeschouwen, bekijken, dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Aanschouwen. Mm-hmm. Dat is een leuk evenement in ieder geval. Ja, toch? Ja. Nou, het is bommetje vol dit weekend met allerlei dingen natuurlijk die hier spelen. Ja? Als allereerst morgenavond en zaterdagavond Jordaan in de Polder. Ja, ga je? 15 en 16 juni. Nee, ik heb geen kaartjes. Dus, had je naar ons moeten luisteren? Ja, had je naar ons moeten luisteren. Ja, maar ik weet nooit of ik mee mag doen met die met die troostdoos. Nee, je mag niet meedoen. Nee? Oké, okay. Nou dan niet. Met die troostdoos zeg zo. Ja, ik heb een troostdoos. Nou, Guido Botter is ontzettend opgetogen. Want hij zegt, ja, dit is de derde editie. En die wordt nog groter dan de twee jaren daarvoor. Ja, het leeft wel hier in Lelystad. Ja, he? Het is hartstikke leuk festival. Het is hartstikke leuk. Gaan jullie er niet in? Ja. Nee, ik heb geen kaart. Ik mag niet meedoen. Je mag ook niet meedoen. Nee. Nou, er treden dus twee hoofdartiesten op. Morgenavond en zaterdag. Ja. En dat is dan Lange Frans. Ja, en, die was hier vrijdag nog. Ja, ik heb dat vorige week gezien. Vond je het leuk? Was toch heel leuk? Dat was gezellig. De hele studio zat helemaal vol. Ja, omdat Peter Beense was er. Dan was het al snel vol. Ja, ja, dat vind ik heel onaardig. Dat moet je niet zeggen. Dat vind ik lullig. Is maar het is dat wel Peter Beense, ja. Ja. Oh god, ja, dat die man het volhoudt. Wat, het optreden? Al jaren. Ja, ik ken hem niet anders dan dat hij zo is. Nou, nee, moet je zijn vrouw eens horen. Maar goed, dat even terzijde. Nou, ik wou iets zeggen, maar ik zeg maar niks. Dat heb ik helemaal geplet. Die zit in de matras. Een koudschuimmatras. Die komt aan het einde van de dag komt ze weer boven. Nee. Houd droog, Joke. Ik zie het helemaal voor me. Ja, dan komt ze weer boven water. Ja. Okay. Dus Frans op de zaterdag. En even kijken hoor. En Janko Wagner, die bijt de spits af morgenavond. Je noemt de naam alsof je er nooit van gehoord hebt. Ik heb er nooit van gehoord. Maar ik hou de moed erin. Django Wagner. Ja, zo is het. Ja, zo is het, hè. Is ook een stevige jongen, trouwens. Ja, is hij ook stevig? Zo, ja. Nou. Heb je hem wel eens gezien dan? Ja. In nee, ik ken hem niet. Jawel. Oh. Ik heb wel, ja, hij is hier... Was hij ervoor geweest? Hij is hier nog nooit geweest. Oké. Nou, en dan Robert Leroy komt. Vele andere Peter Beens, inderdaad. Ja, die komt ook. En er staat dus een truckwagen, zo'n foodtruck. Ja. Want er wordt er aardig misschien wat gegeten en gedronken. Juist, precies. Ja, ja. Dus dat gaat een lekker bodempje. Goeie foto ook. Kijk, Django komt nu op ons scherm. Die komt op mensen die meekijken. Ja. Dit is hem. Is een, hey, achter hier gewoon. Ja. Joker. Oh, en dit was nog in zijn goede jaren. Ja, toen was in zijn goede jaren. Ja. Toen was hij net afgevallen. Van de trap. Ja, zoiets. Ja. Ga door, Joker. Nou, en als er nog kaarten zijn, dan kun je kijken op de site Jordaan in de Polder. Of je gaat even naar Kelly's in de Kroonpassage bijvoorbeeld. Oh ja. En misschien heeft hij nog wel kaarten.
Goed. Oké. Okay. Dat is het weekend dus. Vrijdag en zaterdag. Vanavond en dan, overmorgen. En, nou, ja. Vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag. Ja. En dan ook 16 juni bestaat Zuiderzeewet 100 jaar. En dat wordt gevierd. Ja. En Batavialand die opent haar deuren. En het is gratis. Je kan er gewoon naar binnen. Klopt. Ik heb gisteren Rienkje Tromp in de tv-uitzending gehad. En heeft inderdaad alles over verteld over de Zuiderzeehavendagen. Hè? Ja, klopt. Ja. Zuiderzeehavendagen. Ja. Er zijn vele activiteiten. En de bezoekers kunnen een kijkje nemen bij 2 tentoonstellingen, die zijn nieuw. Ja. En dat is dat zijn de Flevowand en de werkkamer van Cornelis. Eindelijk is hij klaar, die Flevowand. Eindelijk. Want die hebben wat langer zitten naaien, wat hoor, die vrouwen. Wat zeg. Nou, ja, of borduren, hoe heet dat? Dan naaien gewoon, toch? Ja, toch? Ja, volgens mij ook. Ja. Nou, dan kom je ook niet klaar ook, toch? Nee, 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 dat blijft eeuwig doorgaan. Daarom, precies. Maar als je denkt van, nou, we gaan er. Dat zijn jouw woorden, hè? Ja, sorry. Ja, dit kan echt niet. Nee. Maar goed. Nou, ik word toch ontslagen dan. Als je daar naartoe wilt, kijk voor meer info op 100jaarzuiderzeewet.com. Want? Nou, als je dat leuk vindt om naartoe te gaan als bezoeker. Nee, Flevowand is toch? Oké. Okay. Goed, Joker. Ze zijn uitgeborduurd, hoor. Ja, je hoeft dat niet weet meer ik mee te doen. Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, ja, hij is nu eindelijk klaar, dus je kan hem gaan zien. Ja, toch? Dan. Je kan hem gewoon gaan zien. Ik weet dat ik 9 jaar geleden ben ik hier komen werken. En toen was het net begonnen. Dus het heeft echt heel veel jaren geduurd. Met het borduursel? Met die Flevowand. Mijn god. Ja. 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 En die mensen vallen nu in een gat. Ja. 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 Hebben niks meer te doen. Nee. Dan moeten ze opnieuw maar weer wat gaan naaien of zo. Ik denk het ook. Het is tijd om af te sluiten. Joke, ik vond het heel leuk dat je er was. Dankjewel. Dit waren de tips? Nee. Oh, je had er nog één? Ja. Nou, heel kort dan. Ja, kan dat heel even nog? Nou, je had het wel kunnen doen. Ja. Ja, de Oldtimerdag. Kan ik toch nog eventjes voorbij fietsen? Ja. Nou, ja. Oké, want dit wordt voor de 34ste keer gehouden. En dat is op zondag 17 juni, altijd op Vaderdag. En deelnemers komen uit België, Duitsland, Engeland en Luxemburg. Met de auto, denk ik. Met de OTS komen niet lopend. Nee. En ze rijden ook door Lelystad heen. En 's avonds is er een prijsuitreiking voor de mooiste uitgedoste auto met mensen die daarin zitten. Doe je ook mee? Ja, ja, ik ben ook een oldtimer. Alles hangt. Dus ik kan gewoon meedoen. Ze hebben me ook gevraagd. Dus ja, de vlag gaat uit. Wat Olsenburg heb jij gewonnen. Ja? Jij bent de mooiste oldtimer van Lelystad. Nou, dus zondag daar naartoe op Vaderdag. Kies en er is natuurlijk op. Ook... Raapje en een ja, nee, ook. Oh. Tuurlijk, tuurlijk. Maar er zijn ook boten te aanschouwen. Ja, leuk. Ja, dus de historische reddingsdag. Dus historische reddingsbootdag. Dat moet ik zeggen.